Goedemiddag heren, hier een CX500 EE Eurosport uitvoering custom. Ik zal hier nog wat meer filmpjes van maken, maar dit is deel 1. Probleem met de voorvering, die is te slap en dat verhaal gaan we dus meenemen hoe we dat oplossen. Daarnaast wil ik bij deze machine straks als die klaar is het een en ander vertellen. Want ik sta nou binnen in de schuur en ik kan niet 1, 2, 3 even afstand nemen om mooi te filmen. Maar op zich, ik denk dat dit bij benadering de meest simpele, goede vorm is om een E om te bouwen naar een custom racer. En dan loop ik straks met jullie de dingen nog even na hoe ze het gedaan hebben. Specifieke punten, zoals het spatbord, de remleiding. Dit komt wel vaker tegen. Netjes siliconen is dat. Een siliconen leidingje. Hier en daar nog wat tikketjes erop. En het spatbord zelf hebben ze alleen aan de bovenkant gezekerd. Een lijntje op de velg. Dus het is zwart gespoten of poedercoat zwart. Even deze is gespoten. En dan moet dat sterk genoeg zijn. Gaan we even naar de andere kant toe. Dat verklaart ook hoe of wat. Kijk. De enige afstandbeugel. Dat zijn de kleine dingetjes die ik straks even wil laten zien. En ook de kleine trucjes zoals dit. Erop plakken. Oh, sorry. Dit erop plakken. Dan heb je dat lelijke ding van je tank weg. En het doet net denken of je daar kniebeschermers hebt zitten. De machine heeft een te slappe voorvering. Waarschijnlijk zit er helemaal geen olie in. En de voorremmen pakken we ook aan. Ik heb ermee fixed gereden. En dan kun je nu ook gelijk zien. Er zitten twee kleuren op. Dit is een verglaasde remblok. En daar gaat hij weer op komen. Ik heb gewoon met 100 km per uur met de voorrem erop gereden. Dat het warm werd. En dan zie je de rauwe rand hier ontstaan. En dat is waar hij op remt. Dit niet meer. Dus er komt een wat onzeker remgedrag. De remleidingen gaan nog wel mee. Dat lukt nog wel. Maar de remklauwen die halen we even uit elkaar. Nou, daar ben ik een uurtje per stuk mee bezig. Voorpoten. Hoe gek het ook klinkt. Ik ben er ook een uurtje per stuk mee bezig. Hier hebben we nog wel, hier zit wat beschadiging op, omdat het een kunststof gespoten spatbord is, had die voorbehandeld moeten zijn met een speciaal kunststofprimer. Maar het voordeel is van zo'n spatbord, je kan hem heel mooi afwerken en hij roest niet. Ja, dat is gewoon een feit. Dan hebben we de gaskabels, had ik al gezien, die hangen los. Dat is niet helemaal naar wens gemaakt. Dat hadden we even moeten verbeteren. Ik zeg wel we, maar ik heb geen meter gesleuteld aan deze motorfiets, want ik ben niet zo goed in dit soort dingen. En daarom film ik het ook eventjes en probeer ik mijn toelichting erop te geven van wat ik tegenkom en waar mensen naar kunnen kijken en hoe ze zelf ideeën op kunnen doen. Ik zie nou pas dat dit een originele teller is, maar dat snap ik niet, want de wijzerplaat is veranderd. Nou, een vraagteken, dat weet ik nog niet. En het bakje van de olie moeten we misschien ook nog even vervangen. En deze remleiding, waarom het zo aangelegd is, weet ik niet. Maar hij had veel korter kunnen lopen en direct daar op de banjo-bout gezet worden. En aangezien dat we remmen toch doen. En dat komt ook mooi uit. Want dit is gespoten werk. De voorvork ook. Moeten we bijzonder oppassen met remolie. Want dat geeft gelijk beschadiging. Dus we halen de voorpoot er toch uit. En dan kan ik de remmen ook daarna gelijk opbouwen. En dan lekt het niet op de poten en alles. Alleen met ontluchten heb ik even een probleem. Maar dat zie ik straks wel. Dan moeten we daar even op letten. Dus dat is een beetje de CX500E custom ombouwset. Ik vind hem wel geslaagd. Ik heb ermee gereden. Alleen het aanremmen en het sturen van deze motorfiets was bizar slecht. Bizar slecht. Gewoon niet prettig. En de voorvering was veel te slap. Dus dat gaan we dan opknappen. Ik heb er niet eens naar gekeken verder, maar dat ziet er wel goed uit. Dat is geen probleem. Ze hebben dus wel werk verzet aan deze poten, maar... Er zitten namelijk hier onderin zit de glijbus en daarbovenin zit de glijbus. Ik weet niet de exacte benaming, maar ik noem maar glijbussen. En die glijbussen zijn waarschijnlijk versleten of ze hebben hem niet afgevuld met olie. Dus dat is straks uitzoeken. Ik ga er filmpjes van maken. Althans, dat probeer ik. En dan neem ik jullie weer mee in het hele verhaal. Eens even kijken, is het wijs om hem ergens neer te zetten? Weet je wat? Ik heb nou even tijd om mee te nemen.
Ik zet even een ring onder de camera. Kijk, een mooi beeld, hè? Wat ik heb gedaan, ik heb hem daadwerkelijk opgetakeld aan het plafond. Er zit geen middenbok onder, dus ik kon hem niet lekker neerzetten. Ik heb er iets nieuws bedacht. Nou, handdoek voor de bescherming op de tank. Probeer zelf ook met bescherming te werken. Het voorwiel is vrij, dat kunnen we draaien. En nou gaan we dus rustig slopen. Favoriete bezigheid. Toppakee. Het is toch andermans fiets, dus acht kan mij het schelen. Oh, wat zal die eigenaar nu balen? Nou, rustig aan. Hij heeft van mij een motorfiets meegekregen, dus hij is op mijn CX is die naar huis gereden. Dus die heeft hij weer teruggekregen als het ware. Van nou, neem deze maar mee. Dan lost het wel even zo op. Het nadeel van oppoetsen van bouten en moeren is dat er excessief roest opkomt. En niet naar mij kijken, ik ben niet knap, maar die boutjes zijn ook niet knap. Daar is te veel aan gepoetst, daar komt roest op. Dat is jammer, maar het is niet anders. Even kijken. Kunststof hamer van de Action. Jongens, ik laat expres ook gereedschappen zien. Het hoeft niet duur te zijn om lekker mee te werken. Wat je doet... En nou zou hij dus vrij moeten geven, dat doet hij niet. Dan komt hij wel, er is nog een andere manier. Dus er zit wel gangbaarheid en bewerking in. Die remblokken zeggen me even niks op dit moment. Ik kan er niks over zeggen. Kijk, jawel, ik ga toch wat zeggen. En dat is voor de eigenaar van belang. Dan kan hij gelijk meekijken. Daarvoor maak ik die filmpjes soms ook. De eigenaar vroeg zich af hoe het was gegaan met de remmen. Nou, ik hoop dat het goed gaat. Ze zijn daadwerkelijk overgespoten, ze zijn helemaal niet aan elkaar gehaald. Kijk maar naar de remzuiger, daar zit zwarte verf op. Dus die zijn een beetje gespoten en klaar. En dat geldt voor de remblokken ook. Ze lijken nieuw. Kijk, die zijn gewoon overgespoten. En de rubbertjes, deze moet sowieso vervangen worden, omdat die te groot is, daar zit ook verf op. Dus ze hebben de boel gewoon even overgespoten en dat ziet er dan leuk knap uit. Dat is een manier van werken. En daar heb ik op zich geen moeite mee. Zij het dat we dan wel weten dat daar geen onderhoud aan gepleegd is of dat er iets minder aandacht is besteed dan zou zouden willen. Ach ja, weet je, je moet soms wat. Je maakt er ook het beste van. Op zich, de machine vind ik... in principe het maximale behaald uit het minimaal versleutelen. Dus de uitstraling vind ik zeer goed geslaagd met de minimale werkzaamheden. Dus dit ligt, als je een beetje kan sleutelen en een beetje gevoel ervoor hebt. Daar zit ook een rubber wat niet goed is, zie ik al. Kun je dus met zo'n machine, dus dit model, kun je dus een hele... Dat zit gewoon los, joh. Dat die tik die ik hoorde, maar ik zag hem niet, maar dit zit gewoon los. Ook hier weten we dus nu, deze bouten zijn overgespoten, dus de eigenaar heeft daar ook een antwoord op. En dit is niet vet wat onderhouden is, dus dat is niet zoals ik het wil zien. Voor een minuut heb ik nog 9 minuten. Nou. Menigeen vindt soms mijn teksten wat hard overkomen, maar ik ben nu eenmaal zo en ik probeer ook gewoon duidelijk te laten zien. Nou, fout vind ik een groot woord, maar het is gewoon op een juiste manier meekijken en laten zien hoe iets is gedaan. En wat ik tegenkom en waarom ik dat zie, wat jij ook kan zien. Hier heb ik een bouwtje, daar is ook iets te veel aan gepoetst. Qua functionering en werking niks aan de hand, alleen het roest gaat iets verder. En we hebben hier binnenkant, buitenkant gespoten, enkel laags en geen primer. Dus dat hebben ze wat snel gedaan. En zo zie je dus dat je met betrekkelijk weinig middelen toch iets neer kan zetten. Die zat wel vast, dus dat is op zich geen probleem.
wat er los zat, kwam niet de grootste klap op te staan. Dat is deze bout. En dan hop ik, veel wel eens fout gaan, de remherklauw heb ik los. En ook hier weer duidelijk zichtbaar, de ribbers zijn meegespoten. Ik ga jullie er toch even bij pakken. Ik vind dat belangrijke informatie. Zeer zeker voor de eigenaar, want dan snapt hij ook waarom ik straks die onderdelen erin duw. En dan weten we ook dat hij niet onderhoud aangepleegd is op de juiste manier. Kijk, hier kun je ook zien. Luisteren. Nee, deze. Ik denk niet dat je het hoort kraken. Ik denk dat de camera niet in staat is om dat te horen. Nee, dat horen jullie niet. Maar nu zie je wel, daar is verf op gespoten. En dat hoort niet. En op die zuigers ook, daar is ook verf op gespoten. En de remblokken, weet ik nu ook, is hier ook verf op gespoten. En nou zou ik theoretisch, zou deze pen moeten kunnen verplaatsen, die pen. En dat lukt niet. Ga ik even naar de andere kant. Ik bedoel het niet negatief, maar het is gewoon een feit. En dat moet, oh die heb ik nog niet los. Dat moet gewoon soepel zijn. Nou, ik weet het nu al wel. Die zit ook vast. Niet gangbaar genoeg. Dus dat hebben ze er zo weer opgeknald. Dat werkte. En deze kan wat moeilijk worden. Even kijken of dat lukt. Dat gaat allemaal maar net. Als het goed is. Nou, dan moet ik even wat verkrachte eenden erbij pakken. En even de kilometerteller kabelaandrijving lossen. Hoeveel minuten heb ik nog? 7 minuten. Dan ga ik even kijken of dat lukt. Ik vind zelf verkrachte eenden wel leuk. Shit, die kruiskop heb ik in bedrijf. Vroeger had ik er 2, maar nu niet meer. Misschien deze kruiskop, die lange. Ja, dat is ook een Philips, een goeie. Laten we eens even kijken. Of die kan. Daar zit al een basje in, maar nou moet ik er wel bij vertellen. Dat basje zit bijna bij elke 650 of 501 model in de telleraandrijving. Dus daar moet je ook niet heel veel waarde aan hechten. Kijk. En deze beugel is dan ook los. En ook hier is het rubber meegespoten. Zelfs de aluminium plaathouder die ik er zo af kan pakken. Even kijken. Dat is dat. Nou, die hoort los te zitten. Maar dan los. En die zit wel heel vast hier. Laten we even zitten. Zo. Nou. Op zich hebben we de remklauwen los. Die gaan we een stukje verder. Het is wel jammer dat ik geen knappe griet was, hè? Dan was het kijken een stuk leukerder, denk ik. Maar ja, zover ik weet kijken erg weinig dames naar mijn kanaal, dat vind ik dan ook weer jammer. Nee, dat doe ik even fout. Dat is dom. Je moet eerst de moer hier onder opdraaien, pak ik even andere ratel erbij. Ik doe tegenwoordig ook nog ander werk. Ik werk voor 20 uur, 25 uur in de week bij een bedrijf in Dronten. Dat glazen bewassinginstallaties repareert. Dus dat zijn die hoogwerkdingen die, dat zijn die hoogwerkers voor de glazenwassers die aan een hoog gebouw aan de zijkant aan zo'n bakje naar beneden gaan. Dus daar doe ik het onderhoud en reparatie van voor 20 uur in de week. Ik werk niet meer bij het bedrijf waar de deuren gedaan worden. Dus het bedrijf Record werk ik niet meer. Ik kon het daar niet vinden met de manier hoe daar gewerkt werd. En zij blijkbaar ook niet met mij. Dus toen hebben we samen de stekker eraf getrokken. Dit zou soepel moeten draaien. Dat doet het niet. Waarom weet ik niet. Maar hij komt wel. Dus het bedrijf Record heeft mijn contract niet verlengd. En ik was er absoluut niet trouwen van. Ik kon gewoon bij een ander bedrijf verder. Dichter bij huis. En eigenlijk nog leuker ook. Want het is veel rustiger werk. En ook voor 20 uur in de week. Dus dan kan ik weer iets meer motorfietsen doen. Er staat spanning op het geheel. Ik weet niet waarom. Maar heel mooi vond ik het niet. Er zit wel vet op de as. Dat vind ik allemaal best. Allemaal prima. Het schroefdraad is ook heel. Dat is ook allemaal prima. En dan pakken we het wiel eruit. En dan. Het zit wel vettig in. Dus daar hebben ze wel aandacht aan besteed. Zet het even aan de kant. De pand is misschien wat aan de zachte kant. Dus dan moeten we even de bandenspanning nog controleren.
Hoeveel minuten hebben we nog? Nog 3 minuten. Wat ook gedaan is met deze motorfiets, daar ben ik geen voorstander van. Dat is dat er veel RVS-boutjes zijn gebruikt. Sinds dat ik sleutel... ik ben begonnen met een Yamaha X650 waar ik ook alles RVS aan had en niet beter wist. Maar tegenwoordig heb ik het gevoel met die boutjes dat er geen rek in zit. En Honda heeft met het aluminium keuze gebruik gemaakt van een bepaalde kwaliteitssoort stalen boutjes die verzinkt zijn. En daar voel ik veel lekkerder aan om aan te trekken of pakkingen tussen te monteren. En er blijft wat langer een rek op staan. RVS heeft ook de vervelende eigenschap om met aluminium een verbinding aan te gaan. Soms letterlijk. Met verbinden bedoel ik eigenlijk oxideren. De aluminium eet waarschijnlijk toch het RVS weg. We weten bijvoorbeeld in zwembaden dat chloor, water, wel degelijk RVS aantast. En af en toe flikkert er een luidspieker naar beneden. Nou kom ik heel veel in de zwembaden vanwege mijn andere hobby zwemmen. Dus ja, ik heb ook dingen gezien. Kijk, het spakbordje is eraf. Pakken we eruit. Dit is dus een ouderwets CX650E of een CX500E spakbordje. Die dus aan de voorkant afgezaagd is. De metalen beugel in het midden zit er nog. En de achterkant... Of hebben ze hem omgedraaid? Ze hebben hem omgedraaid. Dus de achterkant is de voorkant geworden. Dit is de ouderwetse voorkant. Dus hij zat er vroeger zo op, ze hebben hem omgedraaid en dan hoef je maar aan één kant af te zagen. Geniaal, heb ik niet bedacht hè? Hey. Zo, ik ga het filmpje afsluiten, want dat is tijd. Hij gaat ook zo uitvallen. Het echte werk moet nog beginnen, maar daar probeer ik ook een film van te maken. Tot ziens!